Nu Pim Fortuyn bijna 10 jaar dood is, kennen we van de LPF eigenlijk alleen nog maar de LPF-toestanden. We zoeken een paar van die toestanden voor u op. Ja, Gerard van As, ik ben 4,5 jaar Tweede Kamerlid geweest voor de LPF. Hallo, ik ben Hilbrand Nawijn. Hallo. En ik ben oud-minister. Hallo. Voor de LPF. Hallo. Ik ben Ferry Hogendijk. Ik was vice-fractievoorzitter van de LPF in de Tweede Kamer. Hilbrand Nawijn, misschien wel het bekendste gezicht van de oud-LPF'ers. Hoe gaat het met u zo, na die 10 jaar? Nou, op zichzelf gaat het met mij persoonlijk heel goed. En ook wat het werk betreft. Alleen ja, je denkt altijd wel terug aan die 10 jaar geleden. Toen die vreselijke moord op Pim Fortuyn is gebeurd. Ja, dat is nog steeds een diepe wond? Ja, dat is nog steeds een diepe wond, zeker. U heeft nog goede ideeën nu voor de politiek? Nog heel veel. Ik heb zelfs de afgelopen maanden diverse voorstellen gedaan. Die heb ik aan de VVD-fractie gedaan. Die heb ik ook aan mijn plaatsgenoot Lisbeth Spies voorgelegd. Is het nou niet zo dat ze in die kamer dan hebben zoiets van... komen er weer mail van, oh god, hebben die Van As weer met ze. Die denkt nog steeds dat die actief is. Nou, ik denk dat niet hoor. Dat zeg jij. Maar ik denk echt dat ze u serieus nemen. Ja, natuurlijk wel. Ja, waarom niet? Meneer Hogendijk, het is voor u ook alweer een tijdje geleden dat u in de politiek zat. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, dat is 10 jaar geleden precies. En ik kijk erop terug met een enorme frustratie. Want het is niet gelukt waar Pim Fortuyn ons voor gevraagd had. We hadden iets moeten bereiken. En ik heb nog nooit zo hard gewerkt, maar ik heb nog nooit zo weinig bereikt in dat jaar. Ik ben gevraagd door de LPF-fractie en niet door Pim Fortuyn, want ik heb hem niet gekend. En als Pim Fortuyn had geleefd, had u daar misschien ook wel nooit gezeten? Misschien wel, ja. Dan had hij hele capabele mensen gezocht. Nou, dat zou kunnen, ja. De LPF'ers werden niet echt serieus genomen. Dat is zo, ja. Men heeft gewoon de zaak altijd geprobeerd belachelijk te maken. En daar is moeilijk van te winnen. Moeilijk van de media te winnen, hoor. Als men iemand echt verkeerd wilt neerzetten, dan gebeurt dat. Denkt u bij de dingen die u nu nog doet ook wel eens van, wat zou Pim hier nou van vinden? Ja hoor, ik kijk nog wel regelmatig in zijn boeken, de puinhopen van Paars, de verwezen samenleving. En dacht u dat ook toen u die dansjes maakte? Wat zou Pim hiervan gevonden hebben? Nee, dat dacht ik toen niet. Nee, dat niet. Had u misschien wel moeten doen even. Is het zo? Ik denk ook niet dat hij dat leuk gevonden had. Dat was ook wel een potje, hè? Maar nou, dat viel toch wel mee, joh. Als je de LPF? Natuurlijk, als je ziet, en dat is juist het meest schandalige, dat de LPF over één kam wordt geschoren met de PVV. Moet je eens kijken wat daar aan de hand is. Wij hadden geen brievenbusplassers, hoor. Die hadden wij niet. Zoekt u Winnie de Jong nog wel eens op in de open inrichting? Nee, nergens. Oh, wat was het moeilijk. Nee, dat is al niet zo moeilijk. Ik heb eigenlijk nauwelijks contact nog met LPF'ers. Nee, met helemaal niemand? Ja, Gerard van As, die zie ik wel eens, maar verder niet. En ook bewust? Ja, ik heb daar niet zoveel behoefte aan om al die mensen weer te zien, nee. Pim Fortuyn, die is er niet meer. Dat is natuurlijk vreselijk dat hij vermoord is. Maar goed, we hebben nu wel Geert Wilders. Ja, maar die, luister eens, dat is nou juist het grote misvatting. Wilders, als Pim Fortuyn had geleefd, dan was Wilders niet aan de bak gekomen. Sterker nog, als Pim Fortuyn had geleefd, dan had Wilders zijn schoenveters nog niet mogen vastmaken, hoor. Niet alleen de PVV, maar andere partijen, zoals PvdA en CDA, de denkbeelden van Pim Fortuyn aardig hebben overgenomen. De heer Spekman sprak laatst over de verweesde samenleving. Nou, dat zo heet het boek van Pim Fortuyn. En, ja, heeft hij dat gewoon gepikt? Ja, dat heeft hij gewoon gepikt. Zegt u, achteraf gezien hadden we misschien toch beter het niet door kunnen zetten na de moord op Fortuyn? Nou wel, maar misschien hadden we in de oppositie moeten gaan. Om eerst even de boel in een jaar tijd goed te organiseren. En aan de hand daarvan stap voor stap moeten gaan werken. Want niemand was natuurlijk gewend met het kamerwerk. Ergens is het ook wel weer een blamage geweest. Daar was u zelf ook onderdeel van. Ja, daar ben ik helemaal met u eens. Ik roep het ook steeds. Ik ben net zo schuldig als die andere 25 leden van de fractie. Ik ga me helemaal niet schoon staan praten. Integendeel. Ik ben nu met de auto. Oh, ik ben met de auto. Ja, met wat auto. Rijden we eigenlijk? Wat ik rij? Ik heb een BMW X5. Kijk eens. Ja. Zaken gaan goed. Heerlijk. Ja. Ik heb geen klagen.